Heb jij altijd gestemd? Ja. Waarom? Ja, waarom? Ja, het cliché antwoord is omdat ik democratie ontzettend waardevol vind. Zelfs als je denkt van, hé, alle partijen zijn shit, ja, dan is het toch de moeite waard om blanco te stemmen, bijvoorbeeld, om toch dat te laten zien. Wij hebben vandaag ook iemand voor jou geregeld die nog nooit gestemd heeft. Ik zou zeggen, kijk maar wie dat is. Als die verkiezingen morgen zouden zijn, zou ik niet gaan stemmen, omdat ik vind dat ik er nu gewoon nog niet genoeg verstand van heb. 21 jaar. Eerste keer dat ze mag stemmen. Ik vind het wel belangrijk, maar ik vind dat als je je erin wil verdiepen, vind ik ook dat je dat goed moet doen. En ik vind wel dat daar heel veel tijd en moeite in zit. Ja, een jonge meid die van het leven geniet. Die, ja. Ook niet politiek, dan denk ik van ja, het is oninteressant. Ja, ja. En het is in ieder geval nog geen cynisme, zeg maar. Dus misschien wat te halen. Jij denkt wel wat mee te kunnen. Ik hoop het, ja. Ik ben inmiddels geen 21 meer, zoals je weet. Dus ik hoop dat ik nog een beetje een raakvlak heb. Maar hoe ga jij, want ik heb jou natuurlijk nu voor niks aan aangekoppeld. Hoe ga jij haar overtuigen om in ieder geval over na te denken om wellicht naar de stembus te gaan? Ja, weet je, Danny, ik weet niet eens of probeert te overtuigen zoveel zin heeft bij jonge mensen. Kom op, man. Ik wil wat een beetje power van je. Dus je wil dat ik haar ga vertellen hoe het zit en wat ze moet doen. Is dat wat je wilt? Top. Nee, man, dat gaat toch niet werken. Dit is best een moeilijke generatie, hè? Ja, nee, precies. Dat merk ik ook op de universiteit. Ik doseer al 7 jaar lang. 7 jaar geleden was ik ook wat jonger. Toen had ik best wel een binding nog met de eerstejaarsstudenten die ik kreeg, cultureel. Ja. Ik wist waar ze het over hadden. Nou, nu, ja, ze hebben het over dingen. Snapchat, weet ik veel, weet je wel. Ja. Dus die kloof wordt ook groter. Ik word ook ouder, weet je wel. Ja. Nou, Zine, je denkt, wat doen wij bij een hockeyclub? Nou, zoals je zag in het filmpje, Britt is een fanatieke hockeyster. Ja, ze houdt van hockey. Ze wil jou graag meenemen in haar wereld. Hallo. Hi, Zine. Hallo. Hi, leuk het ontmoeten. Ja, hetzelfde. Ken je Zine? Nee. Sorry. Nee. Toen ik hem zag voor het eerst, moet ik zeggen dat ik wel dacht van shit, ik ken hem niet. Weet je wel, dat vond ik toch een beetje stom overkomen. Ik ben Zine. Ik ben docent aan de Erasmus Universiteit, geschiedenis. En daarnaast ben ik kandidaat Kamerlid voor GroenLinks. Okay. Maar ik vond het absoluut heel leuk dat het iemand van GroenLinks was. Dus ook wel een partij die ik eventueel in overweging zou kunnen nemen. Dus ik vond het heel leuk. Britt houdt van politiek. Oh. Britt houdt van politiek, ja. Nou goed, ik ben hier omdat ik op dit moment nog niet het idee heb dat ik ga stemmen. Als de verkiezingen morgen zouden zijn, zou ik niet gaan stemmen. Omdat ik gewoon vind dat ik er nog niet genoeg verstand van heb. En ik vind dat als je stemt, moet je wel weten waar je het over hebt. Zijn er thema's die jou aangaan, denk je? Zijn er thema's die denken van, nou, daar wil ik meer over weten? Of die dat nu vind spelen ik wel in de politiek? Ja. Of ja, misschien ook als student? Ja, of dat onderwijs inderdaad. Van, als je, ja, dat als vind je, ik absoluut toch, belangrijk. Ja, dat ja, hele ja, basisstelsel is nu veranderd. Euthanasie van de ouderen vind ik wel echt een interessant en belangrijk punt. Waar ik ook echt wel een mening over heb. Ja. Ja. Maar zoals ik al eerder zei, ik heb me er nog niet goed genoeg in verdiept. Ik denk dat iedereen genoeg weet over de politiek als het gaat om van een beetje nadenken over je eigen leven, over de wereld en waar je het naartoe zou willen gaan. Vers 2 is natuurlijk op welke partij dan gaat stemmen. Maar het idee dat ze niet genoeg weet van de maatschappij of de wereld of de politiek, dat is gewoon onzin.